volgens mij een hele goede woensdagmorgen en vandaag de dag. Op deze zonnige morgen gaan wij genieten van deze Maserati Gran Cabrio. En een van de beste V8's van het moment. En samen met de kleur Grigio Granito. Spreek vast veel te Nederlands uit, maar gaan wij genieten van dit mooie pareltje, jongens. Want dit, ik ben hem 5 minuten geleden opgehaald. Nou, als je hem start, die grijs van oor tot oor, die is niet weg te poetsen. Het is op en top genieten. Maar voordat we dat gaan doen, laat ik even het hart van het beest zien. Want jongens, deze V8, goed voor mijn liefst 440 pk, 490 Nm koppel. Ja, en kijk hoe heerlijk dit eruit ziet, jongens. De drietandsgril. Het is helemaal bizar. Ik zou hem eigenlijk zo laten staan, zodat jullie ervan kunnen genieten. Maar ik denk toch dat jullie hem willen horen, dus laten we dat maar gewoon doen. GTC V8S. Maar dit. En ja, die had ook grote flippers. Maar die jongens, dit. Dit is niet meer over het hoofd te zien. Ja, we hebben dus een V8. Een 4.2 liter V8 zelfs. En bij de 3000 toeren klinkt dat dus al zo. We gaan tot ongeveer 7300 toeren als je hem helemaal tot het einde zou reffen. Maar 3000 is toch wel lekker hoor. Even kijken hoor. Want, ja, ik denk dat ik eigenlijk gewoon stil moet zijn in deze video. Dat ik jullie dit gewoon moet laten horen. Want dat is eigenlijk het enige waar het zo wat om draait bij deze auto. Dit is echt bizar. Dit is standaard, dames en heren. Maar denk je ook even meteen in een ander uitlaatsysteem? Ga ik hem eerst nog even zo laten horen. Tweede versnelling. Over de nieuwe prijs, want dit is een 2011 auto, ligt op 223.000 euro, dames en heren. Deze hebben ongeveer 45.000 kilometer op de teller. 95.000 euro. Maar jongens, dan schakel je 3 keer terug. Erin ook, maar dit. Ja, ik heb het nu rustig en ik kan nog steeds bij die flippers. Hier ook kan ik er ook bij en dat betekent dus, op het moment dat jij een rotonde pakt, hoef je je handen niet te verplaatsen op het stuur. En dat is echt wat Ferrari en Maserati en Alfa Romeo, de echte Italiaanse merken, zo goed en zo lekker doen. Hier moet ik even oppassen dat mevrouw voor me in een Volkswagen Passat geen hartverzakking krijgt. Het is helemaal goud. Helemaal af.
als we het net over die flippers hebben gehad, hoe is die versnellingsbak dan? Nou, die is ook best wel goed, moet ik zeggen. En natuurlijk, het is niet echt dat hardcore, dat sportieve karakter. Het is meer een soort van cruiser. Met een veel te lekker geluid, jongens. Want nog één keer, nog één keer, twee. Dat is 4000 RPM. House life. En kijk dit buiten. Jongens, als jij een betere uitkomst zou hebben voor 1 plus 1 is 2, laat mij dat even weten in de comments. Want dit is af. Dit is compleet. Halleluja. Sociaal moeten noemen, want holy shit, dat doe ik toch weer aan. Ja, die flippers zijn niet te missen. Het is zo'n fijne auto, het is echt een fijne auto. Maserati kiest, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Ferrari, is de kans heel groot dat je je rijbewijs gewoon houdt. Het maakt namelijk niet uit hoe hard je rijdt. Ik rijd nu 60 kilometer per uur. En dat is toch wat de meeste plaatsen in Nederland wel toestaan. 50 kilometer per uur. Je hoeft niet hard te rijden. Oh jongens, deze auto, win-win.
done, done, done. Dames en heren, jongens en meiden, dit was hem dan. De Maserati Gran Cabrio, en wat een bizar geluid. Als je mij zou vragen, misschien wel een van de beste V8's van het moment. Maar deze is afkomstig bij House of Cars Haarlem. En heb jij nou interesse in deze auto of iets anders? Ze hebben nog heel veel moois. Check dan de link in de beschrijving en wie weet tot snel. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze video. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. Ik zie jullie heel erg snel. Wassalam.